foto van de LP. Woorden wisselen daarboven. Spelen met woorden in de stad Schouwburg in Mechelen. En ook nog hier poëtische variaties voor de studenten van de Leuvense Universiteit. Ja, ik heb het al gezegd, als ik in de garage al die affiches zie, dan denk ik, ik heb toch heel veel gedaan. Maar ja, ik deed dat al graag als kind, want ik herinner mij de nieuwjaarsbrieven voorlezen voor Peter en Meter, voor mijn ouders. Dat was echt leuk voor mij, bijna een feest zou ik zeggen. Soms stond ik zelfs op de stoel om die te lezen. Dan later heb ik de opleiding gevolgd in het conservatorium, de afdeling Conservatorium van Gent, de afdeling toneel en de afdeling voordrachtkunst. Toen heette dat nog zo, maar nu heet dat het woord, wat natuurlijk veel juister is. En in 1975 werd ik benoemd als docente in het Conservatorium van Gent. Toen kwam in 1980 het Gezellenjaar. Waarom? Omdat Guido Gezelle dan 150 jaar geleden geboren werd. Hij is namelijk geboren in het jaar 1830, toen België ontstaan is. Ik heb dat programma gespeeld met een harpiste en uiteraard allemaal teksten van Guido Gezelle. Als de ziel luistert, spreekt het al een taal dat leeft. Het lijzigste gefluister ook een taal en teken heeft. Blaren van de bomen spreken met elkaar gezwind. Baren in de stromen klappen luid en welgezind. Wind en wee en wolken wegelen van Gods heilige voet. Talen en vertolken, diep gedoken woord, zo zoet. Als de zielen luistert. Van de dichter Anton van Wilderode hou ik heel veel. Hij, ja, voor mij schrijft hij prachtige gedichten. En van zijn boek Het Land van Amen heb ik een LP gemaakt. Die hier in het midden een foto van hem en een foto van mij. En ik heb veel van zijn gedichten altijd gebruikt, gezegd in bepaalde programma's. Zo had ik een programma waarin ik zijn gedicht De Rechterhand altijd zeide. En ik deed dat. Rechterhand zijn. Een heel leven. Bloemen plukken, bladeren in boeken, dingen vasthouden, dingen zoeken, aarzelen en beschutting geven soms, maar dan heel even. Slapen boven een wit laken tot in de vijf vingeren stil. Aan de droomluchtbellen raken, plotseling voor het ontwaken en weer bewegen onder de wil. Liggen rondom de smalle stiften, hout of zwart eboniet. Mee bewegen op de geschriften, mee kiezen, wikken of schiften. Neerschrijven of niet. Verlangen, verklaring, verdriet. Altijd als een slinger bewegen. Huur worden, dag en tijd. Groet zijn, vriendschap of zegen. Zonlicht verdragen en regen. Rechterhand zijn, een heel leven. Ik heb dan ook nog met hem een programma gemaakt, met Zeger van der Steenen, een bekende, beroemde zanger. Waarover zullen wij zingen?
Ik bracht natuurlijk gedichten. Levente speelde piano en Zeger zong liederen. En onder andere deden we het volgende. Het gedicht van Guido Gezelle, Moedertje. Daar bestaat muziek voor. En Zeger zong dat lied en ik zei het gedicht. Ten is van u hier nederwaard, geschilderd of geschreven, mij, moederke, geen beeldenis, geen beeld van u gebleven, geen tekening, geen lichtdrukmaal, geen beitelwerk van stenen, tenzij dat beeld in mij, dat gij gelaten hebt alleene. O, moge ik u onweerdig nooit die beeldenis bederven, maar eerzaam, laat ze leven in mij, eerzaam in mij sterven. Lang voor de heiligverklaring van Damiaan had ik al dikwijls gedacht, daarover zou ik nog een programma willen maken, want wat die mens verwezenlijkt heeft, dat is ongelooflijk. Het is bijna onmenselijk. Goed, ik ben op zoek gegaan naar een auteur, want er is natuurlijk heel veel over hem geschreven, over een auteur die zelf een tekst voor mij wilde schrijven. Die heeft dat aanvaard en hij zei, ik ga een tekst voor jou schrijven als moeder van Damiaan. Zodanig dat ik als titel had voor mijn programma, mijn zoon Damiaan. In dat programma zijn er ook heel wat brieven die Damiaan zelf geschreven heeft naar zijn ouders, één brief naar zijn moeder en een brieven met uitleg over wat melaatsheid voor hem was. Het is zeer aangrijpend, dat programma, want zijn moeder heeft eigenlijk heel veel verdriet omdat hij weggaat. En voor altijd. We kunnen ons dat misschien niet voorstellen, maar hij gaat weg en ze ziet hem nooit meer terug. En daarom heeft ze verdriet en daar is ze mee bezig. En dat komt allemaal in het begin van mijn programma. Maar stilaan ontwikkelt dat zich. Krijgt ze meer en meer van hem door zijn brieven. Door wat hij doet, wordt ze minder verdrietig om hem. Tot op het einde het besluit dat ze hem aanspreekt als mijn lieve zoon, mijn heilige Damiaan. Felix Timmermans schreef ook mooie gedichten in de bundel Adagio. Zoals bijvoorbeeld, de kern van alle dingen is stil en eindeloos. Alleen de dingen zingen. Ons leed is kort en broos. En donker zingt mijn bloed van heimwee zwaar doorwogen. Ik zeil langs regenbogen de stilte tegemoet. Annie M.G. Schmidt vind ik een grote dame in verband met het schrijven van poëzie. Dit is het land, mijn kind, waar grote mensen wonen. Je moet er nog niet in. Het is er boos. Er zijn geen feeën meer. Er zijn hormonen. En altijd is er weer wat anders los. En in dit land, mijn kind, zijn alle avonturen hetzelfde, van een man en van een vrouw. En achter iedere muur zijn andere muren.
en ooit een eenhoorn of een bietenbouw. En alle dingen hebben hier twee kanten. En alle teddyberen zijn hier dood. En boze dingen staan in boze kranten en dat doen boze mensen voor hun brood. Een bos, mijn kind, is hier alleen maar een boel bomen. En de soldaten zijn niet meer van tien. Dit is het land, mijn kind, waar grote mensen wonen. Maar wees niet bang, je moet er nog niet in. Zie je, ik hou van je. Dat zeg ik ook tegen u, mijn lief publiek.